Welkom in de vlog van Rampia Rehoulas. En zoals jullie zien zijn wij niet thuis, maar we gaan naar de stad. Het weer is super lekker vandaag, het is 30 graden. En we dachten van we gaan lekker de stad in. Heel veel kijkplezier. Sorry. Kijk, Bolwerk, maar die is goed gevuld met mensen. Lekker weer ook. Kan je ook bootje varen. Kijk jongens, de drukte valt echt reuze mee. Er zijn weinig mensen te bekennen in de stad. En onze Raan is ook mee met ons. Hier heb je een goede viskraam. Ze hebben echt hele lekkere kibbeling. Hartstikke lekker. Dus dit is echt een aanrader als je ooit in Den Bosch bent. Om daar iets te gaan eten. De terrasjes zijn ook lekker gevuld. Ja, klopt. Wat vind je van het weer? Kan je de hitte aan? Te heet, hè? Vorige week regende het nog en nu is het weer heel heet. Ik zou zeggen, jongens, smeer je goed in met zonnebrandcrème. Anders verbrand je helemaal. Eventjes naar Casa, dat is een woonwinkel en die gaan failliet. Of die gaan weg. Alles moet weg. 70% korting op alles. Nou, ben benieuwd. Ja, dit is wel handig voor in de achtertuin. Zeker. Kijk die kleine stoelen. Hier heb je producten van Masterchef. Dat was een kookprogramma. Dan kan je een airfryer kopen, een pan, hun servies, hun bestek, messen. Komt een nieuwe eigenaar. Lijp, meisje, broer. Overal waar Kajo is, jongens, is het de boel. Leg het ergens neer, broer. Kijk, ik vind het lekker. Ik had het niet door, ik dacht het zat vast. Wat was ik aan het uitleggen? Oh, ze gaan niet dicht of ze gaan niet failliet. Er komt een nieuwe eigenaar. Maar niet alles is afgeprijsd. Tot 70%. Sommige dingen zijn gewoon 120 euro. Maar dan is die 70% korting wel lekker hoor. Ja, dan wel, maar volgens mij is er geen 70% korting vanaf. Het is handig, ga je frietjes indoen en zo. Oh ja, yeah, kijk, klopt. Een sausiebakje. Zo, dat is een grote wijnglas. Ja, ik heb nog wel grotere wijnglazen gezien in mijn leven. Kijk, deze. Ja. Maar die was echt breed en diep. Ja, maar had ik hier gewoon zo'n grote wijnglas? Ja, dat kan. Voor de show of zo. Ja. Yeah. Ik zweet me hier de pleuris. Ik vind het hier lekker hoor. Lekker hier. Helemaal make-up smelt weg. Ik zweer dus jongens, ik kan niet tegen de hitte. Echt niet. Voor mij mag het gewoon lekker 20 graden. Maar we hebben lang gewacht. We hebben wel lang moeten wachten, zeker. Want het is eind juni. En het was gewoon slecht, het geregende alles. Kijk, een hoge stoel. Ja, 180 euro. Mooi. Ik hoop niet dat die breekt. Oh, leuk. Kei leuk. En zit die lekker? Zit lekker. Kan ik er ook bij of denk je dat die dan gesmeerd wordt? Ja. We zijn niet zo zwaar. Heeft vakantie. Vrijdag gaat ze haar rapport ophalen. Dus ze is nu even een paar dagen vrij. Dia moet nog een paar dagen naar school, dan heeft zij ook vakantie. Ja. En dan mag de pret beginnen. We kunnen allemaal leuke dingen doen, gaan op vakantie. Rano en ik voelen zich helemaal thuis. We zitten hier lekker op een bankje. Lekker chill hier hè, om te zitten. Dus die kast kostte mama eerst 250 euro. Dus heb je al iets leuks gezien? Nee, niet. En je vindt alles prijzig, hè? Toch wel een beetje prijzig, ja. Maar ze hebben wel een mooie spullen voor huis. Ja, dat wel. Sier bijvoorbeeld, sierspullen, tafel, stoelen. Vazen. Kiekeboe! Mensen gaan denken, wat is er met haar? Is het wel lekker, ja. Kijk, lekker daar, diep ook. Ja. Lekker. Dit hebben baby's toch? Ja, voor vliegen of muggen.
Klamboe, yes. Wat heet het? Ja, een klamboe. Zo, we gaan nu lekker een terrasje pakken, want we hebben honger gekregen na al dat lopen. Al dat lopen. Ik wil niet buiten zitten. Nadat we hebben gelopen. Dorst, heel mijn mond is droog. Ja, we gaan lekker naar de kleine wereld. We gaan hier eten. Kijk, een spellingfout. De wereld is geschreven met een T, maar het hoort met een D. Waarschijnlijk is dat expres. Oh. Oké. Ik hoop dat er boven plek is. Het is ons gelukt om lekker boven te gaan eten. Het is leeg, man. Iedereen zit op het terrasje. Maar wij zijn weer anders. Jammer dat die er niet bij kan zijn, maar de volgende keer maken wij het goed met onze dino. Dan gaan we weer lekker hier eten. Ze heeft examens. Ja, klopt. Dat is belangrijk. Moet ook gebeuren. Eentje zit mijn tas aan het snuffelen. Wat ben je aan het zoeken, hè? Wij zijn echt heel chickeny. We moeten altijd onze handen vegen en zo schoonmaken. We hebben smetvrees. Ja, we hebben echt smetvrees. Schoonmaken. En sinds de corona is het nog erger geworden. Ja. Handen ontsmetten en alles. Nou jongens, onze drink is aangekomen. Nu kunnen we lekker drinken. We hebben net 2 broodplankjes besteld. Want om nu in dit warme weer iets vettigs te gaan eten, word je misselijk van. Ja, nee, dat wil ik niet doen. Ja. Normaal zou papa erbij zijn. Nu moet je alles met z'n vieren doen. Het is heel raar allemaal. Ik ga misblijven. Gemis blijft altijd, ja. En ik hoop dat mensen dit gevoel ook kennen. Veel mensen hebben makkelijk praten om iets te typen, weet je wel, komen te plaatsen van ja, lief, ga door, dit, dat. Maar als je in iemands schoenen staat, dan weet je wat wij voelen. En het is echt onbeschrijfelijk, het verdriet wat we hebben. Het is echt pijnlijk. Kijk, we lachen wel, we vloggen wel, maar papa blijft toch wel in je hoofd hangen. Ja, en wat ik ook van sommige volgers hoor, dat jullie papa nog steeds missen. Ja, dat kan ik begrijpen, klopt. Maar hoe erg is het voor diegene die met papa in één huis heeft gewoond, snap je? Kijk, jullie missen papa, maar voor ons is het gemis echt het allergrootst, snap je? Wat er is. Kijk, ik weet het natuurlijk. Veel mensen vinden papa leuker dan ik, of mijn moeder, of mijn zusjes. Ja, dat is eenmaal zo. Kijk, ik kan papa niet zijn. Ik kan me ook niet voordoen als papa. Ik ben een heel ander persoon. En ik doe mijn best om toch wel vlogs te plaatsen en zo. Dus dat is het eigenlijk. En papa was iemand speciaal en niemand kan hem nadoen. Nee, zeker niet. Papa was de enige persoon die het zo kon vloggen, praten en doen. Papa was zijn eigen. Ja. Vanuit het warenhuis kan je zo naar beneden kijken en dan zie je TK Maxx, Paddy en de stad en mensen lopen. Zo leuk. Je hebt ook van Holland en Barrette en zo. En dat is leuk om te kijken in de stad. Onze stad Den Bosch, hè? Ja, onze stad Den Bosch, ja. Klein, maar gaan we lekker eten. 2 broodplankjes met lekkere sausjes. Dit is sriracha, dit is pesto saus en dit is kruidenboter. Hartstikke lekker. Ik persoonlijk hou van sriracha. Jij, Raan? Welke sausje vind jij lekker? En Maai, jij? Wat vind jij lekker? Alle drie zijn lekker. Alle drie, hè? Maar dit kan je niet in de winkel kopen. Hun maken het klopt. Hun maken het zelf. Ja. Nou, we gaan lekker smullen. Eet smakelijk, zou ik zeggen. Dank je, jij ook. Dank u. We zijn klaar met eten. We hebben heerlijk gegeten. En nu gaan we even langs de Zara. Want we gaan even een paar items retourneren. We gaan even met snelle korting. Ja, klopt. Er had eigenlijk sale moeten zijn. Wel een leuke rok. Ja. Maar ik weet niet wat ik er daarboven moet aan. Een leuke strakke top. In wit of zo. Of groen. Zwart kan ook op alles, hè. Rood, wit, groen, grijs. Maar dan gaan ze naar de Intertoys. Ja, dus dan ga je grotere waterpistolen kopen. Ik ga naar Morgan. Ik ga even op Tijn haken. En ik ga opeten. Je buik. Want dat vind ik lekker. We zijn even bij de blokker beland. Mama gaat even een paar spulletjes halen. En het is echt zo benauwd buiten. Oh mijn god, het is echt niet te doen. Nee, ik hou echt niet van deze hitte. Absoluut niet. Ik zweet me helemaal de pleuris. Zoals jullie zien heb ik weer een zweetneus.
Moeders, hadden jij al wat leuks gezien? Ja, kijk hier. Kaarsen. Voor God, want mama steekt altijd kaarsjes aan. Voor onze hindoeïstische goden. Ja, die is ideaal voor buiten. Dan kan je kleding buiten passare. Toch? Maar heet het passare? Ja. Hangen. Hele mooie kleuren. Voor je tafelkleed. Kijk. Dat is wat hier in het haat. Hier moet je soep eten. Een soepbord is dat, hè? Ja. Ja, maar ik ben op zoek naar een diepe bord. Hele mooie servies. In verschillende kleuren. Zeg eens in servies. Servies. Pak het aan de kleur. Kijk hoe mooi. Hieruit moet je soep eten. Ja, kan je zouten uit eten. Kippensoep. Toch? Kijk. Je hebt niet tandenprikkers. Ja. Gooi het er maar in. In je mandje. Hier heb je feestartikelen, wegwerpborden, bestek, weet je wel. Bekertjes. Van alles en nog wat. Oh, dat zijn van die shotjes. Shot, haar oranje spuiten. Ben je helemaal lelijk geworden? Nederland gaat spelen vandaag. Ja, dat is toch mooi? Dat je mij lelijk gaat maken. Nee, je wordt niet lelijk. Is toch mooi? Dat is lelijk. Oranje haar. Ik jou doen. Mag wel. Wil je het echt? Ja. Yeah. Maar ik doe het echt, hè? Ja, maar is het wel uitwasbaar? Hup, Holland, hup. Wie gaat er winnen vandaag, denk je? Oostenrijk of Nederland? Ik denk Nederland. 2-0. Ik denk het is een motor. Nee. Je hebt gesloopt, jongen. Sloper, jongen. Maar dik, Ranu, ook al had twee toerlees. Ran, je hoorde of zet op de grond. Kijk, durf echt ren. zo zusje, jongen. Ja. Schud bij je, maat. Wat, je hebt toch van mij? Wij zijn beide lomp. Ja, klopt. Ik wil die man alleen een hand geven, hoe hij zijn hand is helemaal weg. Oh, lekker man, Erke. Ja, wat chiki. Hoi. Wat ben je aan het zoeken? Armband. Deze zou je echt leuk staan. Nee, dankjewel. Jawel. Nee, ik vind die mooi. Ik vind haar echt mooi. Nee, ik vind echt niet mooi. Heb je dit gemaakt? Ja, ik heb gemaakt. Ze verkopen het in de winkel. Heel leuk. Alleen mijn naam staat er niet op. Mijn initialen. Kijk, dit is mooi. Het is heel handig om je trouwringen in te verbergen of sindoer, weet ik veel wat. Ja, je hebt echt deze bakjes. Ik heb er nu al eentje gekocht. Ja, voor in de toekomst.